Gerard de Nooijer, weer twee nieuwe aanwinsten vandaag. Andreas Kalkan en Danny Bakker. Wat zijn het voor jongens? Andreas is een buitenspeler, zowel links, rechts of nummer 10. Komt van Willem II af, Roemeens International Jeugd, 121. En gewoon een hele goede voetballer voor Dordrecht. En Bakker? Ja, daar waren we natuurlijk in de zomer al mee bezig. Heeft hij een aantal wedstrijden, tenminste een paar trainingen meegedaan. Een wedstrijd meegedaan. Wilden we eigenlijk afgelopen winter al hebben. En nu op het laatste moment toch erbij gekomen. En linkerbeen. En kan heel goed voetballen. Kijkend een beetje naar hoe jij traint vandaag, zou het zomaar kunnen dat die Kalkan in ieder geval aan de basis begint te remmen? Nou, dat zou kunnen. Ik heb natuurlijk geprobeerd nu om te kijken in deze wedstrijd, of tenminste in de partijen, dat hij wel tot zijn recht komt. Maar je ziet wel dat hij snelheid heeft, passeeractie. En het is een stevig mannetje. En ik ben er zeer blij mee dat hij gekomen is. Is de selectie dan nu wel echt rond? Want iedere keer als ik hier ben vraag ik het. Maar iedere keer staat er weer een nieuw gezicht voor de groep. Nou ja. Niet voor de groep, maar in de groep. Nou, kijk, het is niet zomaar dat ze aankomen waaien. Daar zijn we natuurlijk wat langer mee bezig al. Alleen het zijn de momenten dat ze komen. Maar we hebben nu meer spelers hoeven we niet hebben. Dat ga ik je nu zeggen. Gustavo Hamer raakte geblesseerd afgelopen week. Per Brancard van het veld. Maar ja, hij traint vandaag mee. Ja. Volgens mij kan die spelen te remmen. Ja, daar heb je goed gezien. Hij gaat spelen. Ja, hij is fit en we kijken nu even af wat de reactie is. Maar als ik hem zo zie trainen en ziet voetballen, dan is de blessure meegevallen gelukkig. Dus ik hoop dat hij, het is nu even afwacht natuurlijk, maar ik hoop dat hij in ieder geval erbij kan zijn. Ik heb wel begrepen dat hij bij Feyenoord deze week is onderzocht en dat ze wel een scheurtje in zijn middenvoetsbeentje hebben geconstateerd. Nou, over medisch praat ik nooit, dus nu ook niet. En wie beslist uiteindelijk of hij speelt? Heeft Feyenoord daar een stem of alleen maar Dordrecht? Nee, Dordrecht. Dordrecht heeft daar in overleg natuurlijk met Feyenoord, maar Feyenoord is alleen maar adviserend en wij beslissen of hij wel of niet speelt. Maar als hij kan spelen ben ik daar heel blij mee. Komende vrijdag gaat uitmaken of jullie een hele goede competitiestart kennen. Of een redelijke denk ik, met die thuiswedstrijd tegen Emmen, want 3-6 is volgens mij heel erg goed. Ja, als we dat voor elkaar kunnen krijgen zeker, maar Emmen is wel een club die bovenin mee gaat draaien. Die zijn ook prima gestart, 4 punten. Thuis was een beetje in mineur natuurlijk, omdat ze gelijk speelt tegen Eindhoven. Maar het blijft gewoon een hele goede ploeg. He, met twee bekenden natuurlijk, Chacon en Bijl. En Loen, eigenlijk 3. Dus ze hebben heel veel loopvermogen in middenveld, voetbalvermogen achterin. Goede keeper en een paar goede spitsen, dus we kunnen aan de bak. En we hebben het al een paar keer gehoord, hè? Het keepers-item. Nou, nu is de volgende keeper aan de beurt, want de eerste twee wedstrijden zijn voorbij. Gaat dat een beetje naar eigen leven leiden, die hele keepers-soap van twee wedstrijden die keeper, dan twee wedstrijden die keeper? Voor mij is het geen soap. Dus het gaat gewoon eigen leven leiden. We hebben die keuze gemaakt en daar sta ik nog steeds 100% achter. En nu gaat gewoon Nick keeper, heel duidelijk. Ja, maar de keepers zijn er minder blij mee, proefde ik gisteren toen ik een reportage zag bij collega's. Ja, dat is jouw interpretatie. Maar naar mijn inzien, we hebben dat goed besproken. En dat ze dat vervelend vinden, oké, prima. Maar we hebben het wel unaniem besloten en daar stonden zij ook 100% achter. Dus dat het zo overkomt, dat mag. Maar volgens mij is gewoon Nick blij dat ik kan keepen vrijdag. Dus, succes vrijdag.